vanmiddag is het open dag bij Tata Steel in IJmuiden. Nou, we gaan zo direct naar binnen om eens te kijken wat Tata Steel leerlingen te bieden heeft. En we zijn er eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Ik ben leerling procestechniek, zo'n opleiding voor 2 jaar. En ik zit momenteel in de eindfase, dus ik ben bijna klaar. En doe je al veel praktijk? Ik loop nu 1 jaar in de ploegen bij de TSP, een van de fabrieken. Ja, dat is allemaal hartstikke leuk hoor, TSP en weet ik veel wat. Maar wat betekent dat eigenlijk, TSP? TSP staat voor Tata Steel Packaging en wij maken blikstaal. Ja, ik vind het heel leuk. Het is heel dynamisch werken in een fabriek. En door de ploegendiensten goed te combineren met privé. En zijn er nou nog specifieke dingen die je nodig hebt om bij Tata te kunnen werken? Vooral een gezonde werkethiek. Je moet er zin in hebben. En voor de rest, gezonde wil is het belangrijkste. En hoe voelt het als vrouw tussen al die mannen? Het ligt natuurlijk een beetje, het scheelt per persoon. Maar ik vind het fantastisch. Iets minder drama dan allemaal dames alleen. En ik ben snel opgenomen in de groep. Ja, open dag Marcel. Wanneer is het een succes? Als we heel veel inschrijvingen hebben. Ja, we hebben hier alle beroepsopleidingen. Dus procestechniek, elektrotechniek, werktuigbouw. Dus als we alle klassen vol hebben of in ieder geval voldoende inschrijvingen hebben, dan zijn wij altijd zeer tevreden. En is het aantrekkelijk om bij Tata te gaan werken? Ja, je moet het straks aan de leerlingen vragen. Maar ik zie altijd leerlingen die met veel plezier hier naar school gaan. En wat natuurlijk altijd meespeelt is dat ze vanaf dag 1 een leerarbeidsovereenkomst hebben. Dus een Tata Steel contract met een salaris. En goede arbeidsovereenkomst. Heel veel praktijk. Hè. Dus ze hebben 4 dagen in de week praktijk, 1 dag theorie. En daarna gaan ze na ongeveer 1 jaar gaan ze stage lopen op een van de fabrieken. Dus het is echt voor jongens en meisjes die... in de techniek verder willen. Ja, we willen natuurlijk ook meer meisjes de techniek in hebben. Hè? Want het is niet meer de conservatieve technieken wat je vroeger had met mouwen op stroop en sleutelen. Maar we hebben natuurlijk ook robotica programmeurs nodig en mensen die met VR-technologie om kunnen gaan. Dus vandaar dat we ook ons concentreren op de meisjes, op de markt. Ja. En wat voor eigenschappen moet je nou hebben om voor Tata te gaan werken? Motivatie. Affiniteit met techniek het liefst en motivatie is het belangrijkst. Wij zijn nu bij de VR-afdeling. Hier liggen 10 VR-brillen. En daarop laten wij een video zien, een soort lesmateriaal. Een eerdere introductie naar een apparaat die daar in de lesblokken staan. En dan, de bedoeling is dan dat we daar een eerste introductie aan geven. En daarna gaan leerlingen met een apparaat echt te werk. Hier is het stoomapparaat. We hebben nog een destilleerapparaat. We hebben nog het paneel van de waterkoeltorens. Dat is gefilmd met 8 camera's in 360 graden. Dus dan kan je om je heen kijken. Wat is dit voor apparaat waar we nu bij staan? Dit is een volledig geautomatiseerde kraan die wij in het eerste leerjaar hebben gemaakt. En wat doet die kraan? Hij pakt schrot uit die gele bak op en dat doet hij verplaatsen naar de smeltbak. Een soort grafische weergave van hoe het hele programma werkt eigenlijk. En als ik dus op start druk, dan zul je een aantal van deze blauwe lijntjes, die worden dan rood. Okay. En die gaan eigenlijk flitsen. Deze stuurt hem bijvoorbeeld hier naartoe en zo wordt het helemaal doorgestuurd. Totdat het bij een van de outputs komt en die stuurt dan weer bijvoorbeeld de motor of een sensor iets in die richting aan. Dus dat betekent motor voor, motor achteruit, hijskraantje omhoog, hijskraantje omlaag, zoiets? Ja, inderdaad. Nou, dat is precies wat die doet. En jullie hebben hier alles aan gebouwd, dus ook gelast en gedaan en weet ik wat? Ja, alles is door onszelf gemaakt. Is dat nieuw? Dat is nieuw, ja. Dat is sinds vorig jaar erbij gekomen dat we ook een beetje W bij onze E-vakken krijgen. En vind je het leuk? Ja, tot nu toe heb ik het hartstikke naar mijn zin hier. Oké, dus je kan dat iedereen aanraden? Ik kan het zeker iedereen aanraden. Hey, wat voor vooropleiding had je? Ik heb hiervoor MAVO gedaan. MAVO, je hebt niet een echte techniekopleiding? Nee. Dus dat is eigenlijk niet noodzakelijk? Dat is niet noodzakelijk, nee. Nou, en hoe lang moet je nog, Daan? 2 jaar. Dit jaar 2 jaar. Nog 2 jaar. Nou, succes.